Ik denk islam is ook een wij-groepcultuur. Het is een groepcultuur. Het is een wij. Omdat er is ook een mooie principe daarin, het principe van al-umma. Al-umma betekent een soort van universele natie van gelovigen, van moslims. Dat betekent ook dat jij verantwoordelijk bent voor de daders van wat gebeurt. Dus iemand die zegt, Bin Laden, dat is niet mijn probleem, dat is geweld van Saudi-Arabië. No. Als moslim heb je ook verantwoordelijkheid in wat gebeurt op aarde, in ontwikkeling van islam, bijvoorbeeld met geweld. Je kan niet zeggen dat dat heeft niks te maken met mij. Omdat als je echt moslim bent, dan een van de delen van de moslimidentiteit is het principe van al-umma, de moslimgemeenschap. Dus dan zijn wij ook verantwoordelijk voor elkaar. Maar je kan dat niet ook met de twee maten, soort van je bent verantwoordelijk of je hoort bij die oma wanneer het jou goed uitkomt, maar dan als iets verkeerd gaat, dan ben je niet meer deel van die oma. Dus soort van dubbelhouding en hypocrisie moet ook stoppen. Dus het betekent ook, moslims en de moslimcultuur en moslimidentiteit, de wijgevol groepcultuur is ook een deel van die identiteit. Dus moslims, vind ik, moet je ook benaderen als individu. Maar ook als groep, omdat het is ook een deel van de moslimidentiteit, al-umma. Maar ik zou het willen, niet alleen maar gemeenschap van moslimgelovigen, maar gewoon van alle mensen. Dat vind ik een heel mooi concept. Die verantwoordelijkheid dragen, als ik dat op een zeg maar, soort van globaal niveau vertaal, soort van, wij zijn verantwoordelijkheid voor de gemeenschap van de mens, overal. We zijn betrokken bij elkaar. Dat vind ik een heel mooi concept binnen de islam.